Hey kijksmack, nou mijn naam is Sam en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Minecraft Hunger Games. Ik heb net gezwommen jongens met vrienden van me, het was hartstikke leuk by the way, dus het kan zijn dat ik deze aflevering wat moe ben, wat ja, gewoon niet zo druk ook. Ik heb ook best wel wazige ogen, ik heb dat eigenlijk nooit als ik zwem, nu wel. Het is echt kut, maar we hebben wel een nice loot. Maar ja, we gaan gewoon weer lekker opnemen. Even kijken hoor. Hier moet wel een chest zijn gelijk. Dat moet wel. Ja, daar is gelijk een chest. Nice. Ik denk dat er nog eentje was. Want zo goed als ik me kan herinneren. Oh, nice. Gelijk een zwaard. Altijd goed om dat al gelijk bij je hand te hebben. Oké, die wil gelijk vechten. Die Carlos. Kom dan. Kom dan. Hij gaat dik verliezen. Of niet. Nou, niet dik. Hij verliest, maar niet dik. Oké. Nee, dat is niet beter. Hij heeft niet echt betere stuff of zo. Maar oké, het is oké wat hij had. Maar we hebben tenminste een kill gelijk. Dat is altijd nice, en ik. Even kijken hoor, want ik vertrouw dit nooit hier. Ik denk altijd hier is altijd wel een chest, denk ik tijd. Maar dan dat zijn ook zo van die dingen waarvan je echt gewoon gelokt kan worden erin, hè? Dat is echt kut. Zo. Pak deze, natuurlijk hebben we Theodor, maar Theodor komt nu nog even niet uit. Theodor komt nog wel. Zo, ach, ik heb echt jeuk aan mijn oor, jezus. Zeg kut, joh. Oké, nee, ik weet niet, ik ga hier gewoon heen. Ik heb altijd moeite met de uitgang weer te vinden hier. Ik weet niet, oh shit. Hoe kon hij mij zien, nee? Ik zie echt helemaal geen fuck. Ik zie dat er iemand is, dat is een magma cube. Ja, die gozer is op P. Kut kind! Nee, ik kan niks zeggen. Ik kan niet zeggen, ik hoop dat je... Nee, dat ga ik maar niet zeggen. Dat is een beetje te... Oh, ik ben echt moe. Ik weet niet, maar de hele tijd als ik... doe, weet je, ik weet niet hoe ik dat noem meer. Zuchten, volgens mij, ja, zuchten. Dan, kijk opeens pijn. Ik weet niet hoe dat komt. Dan in mijn hart of zo. Ik weet niet hoe dat komt. Het is niet fijn tenminste. Het doet ook niet echt pijn of zo. Maar het is ook niet waarvoor je zegt. Oh lekker. Het is beter dan een orgasme. Nee, echt totaal niet. Het is niks beters dan dat. Nou ja, eigenlijk wel een gamecomputer hebben. En echt een game computer. Dat is wel beter. Of porno, maar. Laten we gewoon verder gaan. Eigenlijk is het best wel lullig, want als iemand mij doodt en ik heb Theodor nog niet in de wereld gebracht, heeft hij eigenlijk een abortus gepleegd. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat gewoon een abortus dan. Vind ik niet kunnen. Trouwens, wat zou jij doen? Ja, ik heb het tegen jou. Wat zou jij doen als je een kind zou krijgen? Ook al ben je een jongen, want ik ben ook een jongen. Maar stel je voor, je krijgt een kind. Ik weet niet hoe, maar je krijgt een kind. Gewoon... gewoon de buurvrouw heeft je gepakt. Ja, jij krijgt het kind, hè. Stel je voor. Stel je nou eens voor. Zou je dan een abortus plegen of niet? Ik zou het, om eerlijk te zijn, niet doen. Echt wat dom eigenlijk. Ik ben een jongen en ik praat gewoon over abortussen. Maar, wat zou jij doen? Ik zou het niet doen, omdat het is toch je eerste kind die je dan doodt. En, oh shit, ik heb mijn poosje, godsamme. Ook het TXP nog nice. Maar ik bedoel, nee, dat zou ik gewoon echt niet doen. Het is eigenlijk echt dom, man, omdat ik het daarover heb. Het is gewoon stom. Ga ik over abortus hebben terwijl ik het. Terwijl ik Hunger Games doe. Ik heb al een chestplate. Hola. Hey, hoe kom ik nou aan suikerriet dan? What the fuck? Holy shit. Hij denkt, ik heb geen ex. Hij deed potverdikken, maar rot op, jongens. Ik haat jullie echt. Nee, dit is een abortus. Een abortus. Nee, niet. Ja, ik heb het toch... Nee, ik wou net leven. Hoe kan ik nou weten dat gedood worden door noobs? Nou, noobs zijn het ook weer niet. Geen noobs, maar... Geen donators. The fuck. Oh, shit. De verkeerde gejoind. George Bowen dead. Echt dom. Ik vind het nog steeds dom dat we het over abortus hebben. Weet je wat ik ook vind? Dat Hypixel, om eerlijk te zijn, een speciale server moet maken voor Russen. Ja, dat klinkt misschien een beetje stom en alles. Maar ik bedoel, Russen hebben een hele andere taal dan ons.
hun type niet met dit, maar gewoon echt met dit, bijvoorbeeld, en dit. Dat is zo vaag, hè? Yeah, weer eentje. Ik bedoel, ja, het is gewoon heel vaag. Maak dan een speciale server voor Russen, want ze hebben best wel veel Russen in Hypixel. Oh shit, ik moet bitterballen eten. Ja! Ja, mijn moeder heeft bitterballen gemaakt. Zes. Shit. Ach, ik wil geen bitter. Ik heb wel zin in bitterballen, maar ik mag ze niet. Shit. Shit, mam, ik zit op te nemen. Shit. Had ze. Oh, deze heb ik niet nodig. Let's go. Hopelijk weet niemand. Ja, hij weet dat hij een chest zit, Lodi bent. Hola. Winning boys. Fuck yeah. Even kijken. Potverdikke, ik moet de bitterballen beneden eten. Kut, sorry. Ik moet de opname zo duidelijk stoppen. Satan, dat ik bitterballen ga eten. Anders wordt mijn moeder boos dat de bitterballen koud worden. Ik heb eigenlijk helemaal geen honger meer in bitterballen. Wat voor dik man. Nou, we hebben toch geen goede loot. Oh, ja, ga maar. Het spijt me, jongens. Doop me. Ik ben dood. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik weet dat dit geen leuke aflevering was. Wrijf het alsjeblieft niet in. Maar het is wel zo. Ik hoop alsnog dat jullie hebben genoten. Ik zie jullie morgen wel weer. En dat wordt een leuke aflevering, hoop ik. En doei!